Hallo, ik ben Inder. Hi, ik ben Wil. In deze serie van 4 video's gaan we het hebben over hoe je je spel kan verbeteren van tee tot green. En in deze video gaan we het hebben over course management. Belangrijk onderdeel? Heel belangrijk. Als je slim speelt, dan kan je veel slagen winnen. Oké, super driver geslagen Wil, midden op de fairway. Ja. We zijn op de 18e van Bernardus, par 5. Ik denk dat je ervoor kan gaan, maar... We gaan eerst even kijken hoe ver het is. Precies. 204 meter. 204 meter. Oké, wat is je keuzeproces? Wanneer wel gaan en wanneer niet? Nou, het heeft natuurlijk te maken met wat er om de green heen ligt. Hier hebben we water aan de linkerkant en ja, een stuk en kort. En voor de green. En voor de green. Dus richting de vlag staat ook links hier. Rechts heb je heel veel ruimte. Dus dit zou voor mij, het weer is heel rustig, weinig wind. Dus dit zou voor mij een perfecte ijzer 4 zijn. Oké, perfecte ijzer 4. Maar zelfs voor toerspelers is van 200, 205 meter de green raken is al een geweldige bal. Absoluut. Dus denk je dan aan de vlag of niet? Nou, vaker niet dan wel. Hoe vaak mikken we nou op een vlag in 18 holes? Dat is op één hand te tellen eigenlijk. Hoe vaak staat de verf naar de achterkant toe of naar de voorkant, links, rechts, dichtbij een bunker of een run-off of bij water. Dus de vlag vergeet je. En vlag vergeet je. Je gaat eigenlijk meten van ja, waar staat de vlag van een kant af en hoe gevaarlijk is het aan beide kanten. En waar heb je de ruimte om de bal wel te missen. Uiteindelijk inderdaad een perfecte bal. Ja, kan je op de vlag slaan, maar hoe vaak sla je een perfecte bal? Kan je er niet altijd van uitgaan. Precies. Dus gevaar uitschakelen en naar de grote ruimte spelen. Ja. Wat is het mikpunt in dit geval? Nou, kort wil je uitschakelen, dus je wil... We willen vliegen eigenlijk die 204 meter. We hebben links van de hol weinig ruimte. Dus dat is misschien 6 meter. Ik neem over het algemeen 5% marge. Dus 10 meter. Nou ja, 10 meter van de kant. Zou dus eigenlijk al, als staat die 6 meter, zou ik hem 4 meter rechts mikken. Nou is er ook nog water links, dus geef ik een paar meter extra. En dan ga je eigenlijk in het proces. Ga je uitvoeren. En dan ga je uitvoeren. Dus een bal daar rechts lang de bunker in zou eigenlijk nog best wel een goede bal zijn. Alles behalve dat, water. Dat is een goede mis. Ja. Het is een mis, maar wel een goede mis. Dan geef je jezelf in ieder geval nog weer kans op een up en down voor birdie. Geraakt. Ijzer 8 zou 146 meter moeten zijn. Carry afstand. Nou, course management, slim spelen, een beetje strategie. Allemaal heel belangrijk om lager te scoren. Je moet kennis hebben van je eigen afstanden, anders wordt het natuurlijk heel moeilijk spelen. Sta je met minder zekerheid boven de bal. Op het moment dat je weet, ik sla die club zo ver en pak niet de beste bal die je ooit met die club hebt geslagen. Pak een soort goede gemiddelde. En aan de hand daarvan kan je een beetje gaan spelen en een beetje inschatten. En ga je je eigen spel veel beter leren kennen. Dus begin met een afstandtabelletje. Hiermee zijn de pro's voortdurend mee bezig. Dat kan zelfs van week tot week veranderen. Omdat ze in een warm land spelen, dan weer koud, dan weer op hoogte, dan weer niet. Maar probeer dit heel scherp voor jezelf te krijgen. Begin met een afstandtabelletje. Laten we zeggen als het een mooie dag van 20 graden is en windstil. En dan kan je ook aanpassen, ook met de wind. Beetje wind mee, beetje wind tegen. En ja, ik weet zeker dat je scores heel hard naar beneden zullen gaan. Oké, Wil, jij speelt veel pro-ams. Ja. Ik geef dagelijks les. Wat je ziet, tempo verandert. Wedge, ijzer 9, 8 gaat nog wel. Maar naarmate de clubs langer worden, gaat het tempo omhoog. En dan verliezen de mensen een beetje de controle. Is dat wat jou opvalt? Nou, dat is wel zo natuurlijk. Hoe langer de club... Hoe meer afstand ze willen maken van de tee en hoe harder ze gaan slaan. Onbewust gaan ze harder slaan. Onbewust gaan ze harder slaan. En uiteindelijk de lengte van de club bepaalt hoe ver die gaat. En daardoor krijg je al meer snelheid mee. Ik denk belangrijk is dat, dat je tempo vanuit je lichaam bepaalt. En de stok die je vast hebt zal uiteindelijk de lengte van het schot bepalen. Oké, dus tempo belangrijk. Hoe bepaal jij dat tempo? Nou, ik haal het vooral uit de grote spier, om het zo maar te zeggen. Ik gebruik weinig handen, dus die zijn vrij passief. Dus hoe sneller ik draai, hoe sneller dat tempo wordt. Maar dat tempo is gedurende de swing eigenlijk redelijk hetzelfde. Dus de stok bepaalt vervolgens de afstand. Oké, Wil, ronde 4. KLM Open. Dus het is de laatste dag, hè?
staat één slag achter, eagle maken en dan is hij van jou. We zijn aan het visualiseren hier. Ja. Ja, ik hou ervan. Goeie bal, put erin en hij is binnen. Ik voel hem. Let's go. Oh, die ziet er goed uit. Oh, die is goed zeg. Goeie swing. Ja, bij de vlag. Super, ik zie je putten nog. We zagen Wil met zijn ijzer 4, heel mooi ritme, hetzelfde ritme als een 7, als een pitching wedge. Kan natuurlijk niet iedereen zo makkelijk, maar daar zijn wel drills voor. Dit is een drill die zowel goed is voor je takeaway, dat eerste stukje van de swing, en je tempo. Wat je gaat doen, is je gaat staan, eerst zonder bal. En je begint voorbij de bal en je mag je rechterhak een beetje optillen. En dan ga je terug. En dan maak je een swing. Het moeilijke aan golf is dat het uit een statische beweging begint. De meeste andere sporten kun je reageren op iets, op een bal. Maar ja, deze moet je zelf in beweging brengen. Je moet je eigen lichaam ook in beweging brengen. Dus dat is wat minder dynamisch. Bij de goede spelers zie je dat de meesten iets van een trigger hebben om te beginnen. Hè, dit deed bijvoorbeeld Sam Snead heel goed in de goede oude dagen. Hij begon zo met zijn knie een beetje naar voren. Zijn rechterhak van de grond en dan begon die. Om het ietsjes makkelijker te maken beginnen we hier. En dan gaan we naar achteren. En dan zien we dat een mooi ritme veel makkelijker is. Buiten dat, als je dit doet en je een takeaway maakt, dan zie je dat die ook vanaf hier best wel mooi in de goede positie valt. Dit kan je ook met bal doen. Hè? Dus dat was een paar keer zonder bal. We gaan het één keer proberen met bal. We beginnen hier, boven de bal. Werkt niet altijd, maar die was toevallig goed. Wil, 18e green, par 5. We hadden een plannetje, of jij had een plannetje. Maar je moet hem ook nog goed uitvoeren. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Gevaar is voor de green. Daar ben je uit de buurt gebleven. Links ook niet. Dus je bent we hebben het wel over de perfecte bogey natuurlijk. Ja, ik had ook niks minder verwacht van jou. Precies, dus op het moment dat het moest gebeuren, gebeurde het. Een beetje rechts lang, maar je moet de put nog holen. Hè? Voor eagle, voor de winst in het KLM Open. Komt-ie. Kom op, dit is jouw moment. Beetje van rechts naar links. Wil put dit jaar heel goed. Dat zien we ook aan zijn statistieken. Mooi op lijn. En hij holt hem. Oh, wat een koning! Wil Besseling wint het KLM Open. Zag je dat? Niet normaal. Nou coach, drietje op de laatste hole. Is dat je ongeveer wat je bedoelde? Nou ja, ongeveer wel. Het begint met een goed plan. En dan voer je ook nog eens het plan goed uit. Niet onbelangrijk. Slim spelen levert slagen op. Dat hebben we gezien. Een eagle op de laatste om het KLM Open te winnen. Ja. Ik kan niet beter. lijkt me niet. Dus course management is gewoon essentieel om goed te scoren. Vind ik ook. Dit was de video over course management. Ja, daar kan je veel slagen mee winnen. Maar ook met onze andere video's. Video's over driving, video's over short game. Graag tot de volgende keer.